Hey Rangers, alles goed met jullie? Weet je, Schemermeer is een mooie plaats om te wonen. Maar zoals op elke plek moet er ook iemand zijn die voor de orde en tucht zorgt. En in Schemermeer ben ik dat. Is er een dief, of een stroper of een andere crimineel in Schemermeer, dan is Bibi paraat. Altijd. Het zou me dagen kosten om al mijn geslaagde acties op te sommen, maar ik heb een top 5 geselecteerd van mijn beste acties. Op nummer 5 staat deze actie. Wat doe je met mijn steen? Het is niet wat het lijkt. Meekomen. Maar... Niks van, hè? Repco, rustig. Mijn bureau. Ja, sluit er maar een paar dagen op. Jij moet je niet moeien met mijn job. Ik weet wat ik moet doen. Ik kan straks een klacht neerleggen op de bureau. Waar heb je die steen gevonden? Dat weet jij toch? Ik heb hier opgegraven in het bos. In het bos? Huh? Wie zegt er dat dat mag? Ja, niemand, maar... Dan zal ik meer dan één klacht moeten opmaken, hè, vriend. Weet je... Ik zal die klacht laten vallen, hè? Ik heb mijn steen toch nog, ça va. Waarom heb ik dit fragment in mijn top 5 gezet? Wel, om te laten zien dat voor mij iedereen gelijk is voor de wet. Ik weet ook wel dat de kans klein is dat Kaling een dief is, maar bewijzen zijn bewijzen. En als ranger moet je die grondig onderzoeken. Sommige bewoners, die moet je ook wat meer in het oog houden dan anderen. Ik denk daar bijvoorbeeld aan Wilco. Die gast, die hou ik altijd in het oog. Wat is hier gebeurd? Wat doe jij hier? Weg van dat jachtgeweer. Relax, Koep. Ik hoorde die mannen schreeuwen, hè? Waar zijn ze? Geen idee. Misschien moeten we ze zoeken. Blijven staan! En overal afblijven. Wat jij van plan, vriend? De bewijzen uitwissen? Ik heb er niks mee te maken. Ik heb er nooit iets mee te maken. Dus toch kom ik u iedere keer weer tegen op dit soort plekken. Stop daarmee. Oeh, weerspannig gedrag. Kom, jong. Hey, kom maar. Cooper. Ja, die zit waarschijnlijk mee te luisteren. Ja, natuurlijk. Maar wees niet gealarmeerd, er zijn geen problemen. We zitten dus met een nachtwachtprobleem. Ja, natuurlijk, maar... Cooper zal wel bewijzen dat het een misverstand is. Je hebt het politiebureau. Ik heb gezegd, hou het kort. Ja, als ranger moet je kordaat optreden. En Wilco heeft die kordate aanpak nodig. Met die verdwenen mannen bleek hij niets te maken te hebben, maar ik blijf hem in de gaten houden, want soms is hij bezig met heel rare dingen. Maar er lopen nog heel wat andere rare snuikers rond in Scheveningen. Zo was er de veerman. Die kerel was niet te vertrouwen en ik had zo'n gevoel dat hij iets te maken had met de verdwijning van Sasha en Elena. En ik heb een neus voor die dingen. Dit staat op 3 van mijn beste acties. Wie bent u? Ik ben de veerman. Gegroet. Garon kan niet van zijn boot afstappen. Hij dobbert dus al duizenden jaren op het water. Heeft u deze twee personen gezien? Komt u wat dichter. Nee, komt u maar even aan wal. Die dames zijn bij mij aan boord geweest. Elena en Sasha. Weet u waar ze zijn? Maar natuurlijk. Ze zijn daar waar ik ze heb afgezet. Breng mij er onmiddellijk naartoe. Tot uw dienst. Het rare is, ik herinner mij niet zo goed meer hoe ik Helena en Sasha toen heb teruggevonden. Maar zwart, ik heb ze teruggevonden. En dat is wat telt. Van al mijn vele acties die ik heb gedaan, staat de volgende op nummer 2.
reed in Schemerweer een schimmig figuur rond met een oude vuile auto. Stond mij maar één ding te doen. Hem volgen en inbreken. Hij is me gevolgd. Die auto heb ik gisteren ook gezien. En? Geloofde me nu? Zo. Hey. Hallo. Kom jong, uitstappen. Hallo. Ik regel het hier, ja. Opgepast. Ik heb hier een slecht gevoel bij. Kom aan, joh, genoeg gezeverd. Dat is de tas van Brit. Kom, joh, uitstappen. Dat zal niet wachten. Zorg dat hem niets overkomt. Nu! Wat doet jij nu? Sorry. Sorry. Dat is verhindering van het onderzoek. Opzij. Opzij! Hij zal waarschijnlijk al ontsnapt zijn. Daar! Daar! Dat is uw schuld, hè? Dat hij mis kunnen ontsnappen. Bolle daf, jong! Ik heb geen babysit nodig. Die auto is toen spoorloos verdwenen. Die kerel zal gevlucht zijn toen hij me zag. Logisch. Nee, met mij valt niet de som. En als je toch probeert, dan zal het nu mijn beste dagje zijn. Bon. Dan zijn we nu beland bij mijn beste actie. En het is er eentje om in te kaderen. Samen met enkele collega's heb ik toen jacht gemaakt op een gevaarlijke dief. Ik heb zelfs speurhonden ingezet. En het zal u niet verbazen dat ik die dief achter de tralies heb gegooid. Richting het dorp? Ja. Is Prutske zeker? Dat is Goliath. Dat is Prutske. Kom aan, mannen. Als dit opdringt, kunnen we via onze gedachten met elkaar praten. Jij kan iedereen horen, maar ik hoor alleen maar jou. Probeer het maar. Denk de woorden die je wil zeggen. Ze is door haar lieve man terug tot leven gewekt. Om haar te beschermen tegen de dorpelingen, bracht hij haar in veiligheid. Maar op een avond keerde hij niet terug. Het graf.
Wat moeten we nu doen? Haar naar de onderwereld sturen? Nee. Ze is geen wezen. Nee, maar ze is ook niet echt een mens, hè? Ik weet het niet. Dit is ook niet voor mij. Ik zal deze zaak moeten voorleggen aan de Raad der Wijzen. We moeten haar beschermen tegen de buitenwereld. Ze is heel kwetsbaar. Ik zorg wel voor haar. We zorgen samen voor haar. Cooper. Ja, dat was een grote klopjacht. Dat zal ik niet snel vergeten, Rangers. Zie het, bewijs genoeg dat ik in het Schemermeer de plak zwaai en dat niets of niemand ongestraft blijft. Allee, Rangers, ik word er vandoor. Tijd om verder de misdaad te bestrijden. Hou jullie goed.